Yes, het is weer zondag. Goedemorgen op deze zondag. Zondag, verse zondag. We hebben er weer zin in. Vandaag, ook vandaag voor de sunrise, zijn we weer op pad. We gaan weer werken aan onze droom. En dan kan je denken, nou, moet dat nou op een zondag zo vroeg op pad? Nou, ik vind van wel. Want ik ben van mening dat als ik mijn zondag ga doorbreken door te zeggen, oh, ik ga even lekker uitslapen en dan ga ik lekker de hele ochtend niks doen, dat ik die energie eigenlijk niet kwijt kan en daardoor dus 's avonds later moe ben en 's avonds later mijn bed in ga en maandagochtend er weer last van heb. En uiteindelijk breek ik dan mijn hele maandag doormidden omdat ik gewoon niet maximaal kan presteren. Dus daarom zeg ik ook op zondag, hou ik dat ritme erin, want ik heb nou eenmaal dromen. En als je dromen hebt en die zijn groot genoeg, dan ga je vanzelf presteren naar die dromen. Dan ga je vanzelf die inzet geven om te zeggen, hey, zondagochtend, ik ben wakker, het is nog donker, weet je wat ik ga doen? Ik ga weer werken aan die dromen, want ik heb gewoon heel veel zin om te werken aan die dromen. En als je dus niet 's ochtends wakker wordt en je denkt, oh, ik ga eruit, want ik ga lekker werken aan mijn dromen, dan droom je niet groot genoeg. Je moet zo groot dromen, dat je gewoon denkt, zo, dat zijn grote dromen, wat ga ik er allemaal mee doen? Ga ik dat wel redden in dit leven? Oh, grote dromen is veel. Dat moet je hebben en dan ga je de energie krijgen dat je denkt, wow, hoe, ik ga mijn bed uit, want ik heb heel veel te doen. Ik moet werken aan mijn dromen, want daar wil ik naartoe. En dat is gewoon degene of hetgene wat mij motiveert 's ochtends om mijn bed uit te komen. En dat doe ik natuurlijk niet voor mezelf. Dat doe ik ook voor mijn vrouw Marcella en dat doe ik ook voor mijn kinderen Lily, Lotte en Sterre Sophie. Want ook die gun ik natuurlijk een beter leven dan dat ze nu hebben. En dan zeg ik niet dat ze het slecht hebben, ik zeg alleen dat het beter kan. En op het moment dat ik weet dat het leven beter kan, dan wil ik er naartoe werken. Dan wil ik daar alles voor geven, alles voor doen om te zorgen dat deze mensen in mijn leven in ieder geval niks tekort komen. En daarnaast natuurlijk ook mijn andere familie en vrienden en mensen om me heen waarmee ik werk en mensen om me heen waarmee ik leuke samenwerking heb. Ook die gun ik altijd leukere dingen en betere dingen. En als ik daaraan kan bijdragen, dan motiveert mij dat om daarvoor te werken. Maar dat geldt ook voor mensen die ergens niks aan kunnen doen. Als ik even kijk naar de zorg, ik zou heel graag op een gegeven moment iets voor de zorg willen betekenen, voor de ouderenzorg, om te kijken hoe dat beter kan. Hoe kunnen we die eenzaamheid tegengaan. Hè? Misschien is dat wel door kinderdagverblijven wat meer te gaan koppelen aan ouderenzorginstellingen. Hè? Waarom gebeurt dat niet zoveel? Of is dat wel een mogelijkheid dat we ergens gecombineerd wonen doen? Hè? Dat we dus ouderen weer terugplaatsen in woonwijken en dat daar een bepaalde zorgmethode op los kan worden gelaten. Hè? Hoe dat precies moet werken in de praktijk, dat weet ik niet. En dat maakt nu ook nog niet uit, want ik heb nu de capaciteit nog niet. Maar ik wil dat op een gegeven moment doen. En dat motiveert mij nu om te zeggen, bam, we gaan ervoor, gas erop. We hebben nog zoveel dingen die we moeten realiseren. Er zijn nog zoveel dromen die we waar willen maken. Dus er moet nu gewerkt worden om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Niet alleen voor mezelf, niet alleen voor de mensen om me heen, niet alleen voor mijn gezin, maar ook voor de wereld om me heen. Ook voor mijn omgeving. Ook de mensen die misschien niet die keuze hebben of noodgedwongen in een situatie zitten, die zijn afhankelijk van mensen die op een gegeven moment gaan zeggen, joh, we gaan het anders doen. Joh, ik heb een oplossing voor dit probleem, want dit kan niet zo langer. En van die mensen zijn we ook afhankelijk in de wereld. Je kunt het niet alleen laten afhangen van de overheid of nieuwe regeltjes of een nieuwe wetgeving. Want vaak, weet je, duurt dat zo lang dat je er uiteindelijk gewoon meer irritatie aan hebt dan dat je er gewoon zelf iets aan had kunnen doen. Dus dat is vaak mijn motivatie om 's ochtends naar bed te komen. Bam, gas erop, we moeten heel veel doen. Droom groot, droom veel, schrijf ze op. Je hoeft er niet altijd nu mee aan de slag te gaan. Maar je kunt wel bedenken van, joh, wat wil ik nou ooit op een dag nog doen? Wat zou ik nou ooit nog willen bereiken? En voor mij motiveert dat. Ik word 's ochtends wakker en dan denk ik niet, oh, ik wil nog even snoezen. Ik denk, mag ik er al uit? Kan ik er al uit? Kan ik al dingen gaan doen? Is het acceptabel dat ik nu mijn bed uit ga? Dat ik eventjes ga douchen zonder iemand wakker te maken? En kan ik dan naar buiten om lekker mijn autootje in te gaan, even snel een videootje op te nemen om mensen even lekker te motiveren? Want dat is mijn instelling en mijn insteek natuurlijk van deze video. En vervolgens lekker om mijn werk gewoon mijn ding te kunnen doen. En weet je wat ook het voordeel is van de zondag? Zondag is het zo vroeg dat er niemand eigenlijk op de weg is. Dat er niemand je gaat bellen. Niemand zit er een mailtje te sturen naar je. Met, kan je nog eventjes kijken naar dit? Of kun je misschien meer informatie sturen over dat? Niemand valt je lastig.
Zondagochtend is de beste ochtend van de week, want niemand valt je lastig. En op de andere uren van de dag eigenlijk ook niet, want mensen hebben gewoon zoiets, ik ga niet bellen op zondag, ik ga niet mailen op zondag. Prima, top, ik benut dat, ik benut die rust. Ik pak daar het maximale uit en ik denk, weet je wat, als ik niet word lastiggevallen, hoef ik ook niet op iedereen te reageren. Dus ik kan mijn eigen gang gaan. Ik kan mijn volledige zondag plannen om te werken aan mijn dromen. Hoe ideaal is dat? Je wordt niet gestoord, je hebt alle vrijheid, alle rust en je kunt gewoon werken aan je dromen. Ik kijk niet alleen naar mezelf met het idee van, nou als ik deze maand lekkere 2.500 euro'tjes op mijn rekening schoon kan bijschrijven, nou dan ben ik zo gelukkig deze maand. Dan kunnen we met z'n allen eten en drinken en dan kunnen we precies de rekeningen betalen. En dan is het eigenlijk de 20ste, 25ste van de maand en dan zijn eigenlijk bijna de centjes op. Dus dan doen we even een weekje rustig aan en dan houdt het op. Ja, dat is leuk voor een periode. Maar dat moet niet je hele leven zo zijn. Je kunt niet je hele leven maar leven op een bedrag per maand en altijd een stuk van de maand overhouden. Je kunt niet dat nalaten aan je kinderen als je kinderen hebt. Je kunt dat niet met je omgeving delen. Denk groter. Weet je, niet zo egoïstisch. Zorg ervoor dat je gewoon denkt, wacht eens eventjes. Ik ga groter denken. Ik ga meer doen. Want als ik groter denk en meer doe, ga ik verschil maken. Dat motiveert mij. 'S Ochtends mijn bed uitkomen en gas erop geven. Niet alleen voor vandaag, niet alleen voor volgende week, niet voor volgende maand. Voor het grotere geheel, voor mijn hele leven. Dat op een gegeven moment mijn kinderen weer kunnen zeggen van, wacht eens even, die pa van ons, die heeft het leuk gedaan en daarom hebben we dit. Dat hun kinderen ook weer kunnen zeggen van, wacht eens even, die opa was zo gek nog niet. Dat hun kinderen, hè, dus de kleinkinderen weer, daar ook van kunnen zeggen van, wacht eens eventjes, die opa van ons, die ik weet niet wat die had, maar die heeft het wel even gepresteerd. Hè, en dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn vrouw en dat doe ik samen met de mensen om me heen. Want als ik die mensen niet om me heen heb, heb ik die vrijheid niet om dit te doen. Dat is heel simpel, dus die mensen heb ik erbij nodig en ik maak daar duidelijke afspraken mee. Van joh, zo is het en zo is het. En daar is iedereen dan ook tevreden mee, omdat dat op dit moment nodig is om straks meer te kunnen, meer te bereiken, meer te mogen doen, meer geld te hebben, meer mensen te hebben uit de juiste branche, meer te kunnen doen, meer vrijheid, hè, want dat is vaak waar we op vastlopen, een stukje vrijheid. Je hebt vaak gewoon te weinig vrijheid en omdat je te weinig vrijheid hebt, kun je te weinig doen. Dus probeer eraan te werken. Voor mij is dat echt nummer 1 motivatie. Ik kijk niet naar vandaag. Ik kijk niet naar morgen. Ik kijk niet naar komende week. Ik kijk echt naar van, joh, wat wil ik nou over de hele linie gaan bereiken? Tot ze zeggen van, nou Timo, misschien is het verstandiger dat we je laten inslapen. Tot dat moment wil ik gewoon onbeperkt gas geven. Gewoon zo lang gas geven. Is het niet voor mezelf, is het niet voor mijn gezin, is het niet voor de mensen om me heen, dan is het wel voor de maatschappij, dan is het wel voor de wereld. Want we zijn hier niet alleen. Dus bedenk eens op deze zondag, wat motiveert jou? Wat wil jij over je hele leven aan verschil gaan maken? En of je nou 20 bent, 30 bent, 40 bent, 50 bent, 70 bent, 80 bent, 90 bent, dat maakt niet uit. Je kunt altijd nog verschil maken. Je moet niet denken, nou, daar ben ik een beetje te oud voor. Of, nou, daar heb ik te weinig centjes voor. Of, nou, dat zit nog op school, dus dat gaat me allemaal niet lukken. Allemaal onzin. Allemaal excuses. Zijn we weer terug bij de excuses. We bedenken niet excuses. We bedenken oplossingen. We bedenken mogelijkheden. En dat geldt ook voor deze zondag. Stop being lazy. Get out of bed. En ga wat doen. In plaats van dat je eigenlijk zo gaat. Oeh, oh, gaat goed. Zondag. Maandag. Dinsdag. Woensdag. Oh ja, ik ben weer goed. Werkt niet. Zorg gewoon dat je zo kunt gaan. Wat? Dat is voor iedereen makkelijker. 3 actiepunten. 1. Stop met snoezen. Want if you snooze, you lose. 2. Probeer de motivatie zo groot te maken dat je gewoon uit bed wilt. Denk zo groot, droom zo groot dat je gewoon echt je bed uitkomt. Dat je denkt, zoveel te doen, gas erop, gaan. En 3. Twijfel niet aan jezelf. Twijfel niet aan jezelf. Twijfel nooit aan jezelf, want je kunt het, je hebt het in je. Heel veel mensen doen het niet en onderschatten hun capaciteit. Je kunt veel meer, je wilt veel meer, want daar ben ik ook van overtuigd. Dus doe dan ook meer.
Ga niet conserveren. Ga niet achteroverleunen als een paar bonen in een conserveblik en denken: oh, ik ga wachten tot ik gekocht word. Nee, kom eruit. Hup, wakker worden. Wakey wakey. Gas erop. Dingen doen. Mensen blij maken. Jezelf blij maken. Maak iets van het leven. Leef niet als een zombie. Let's go! En ik zie je in de volgende video.